Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik voor het eerst Kylie Jenner lipsticks uitproberen. En ik ben zo excited. Ten eerste, de verpakking is het allermooist wat ik in mijn leven heb gezien met qua make-up verpakkingen. Het is zo mooi. Het is zo super mooi. Ik ben zo benieuwd naar de kwaliteit. Naar hoe de kleuren uitvallen. En gewoon alles. Het is van haar Holiday Collection. Ik heb twee lipstick bundles gekocht. Dus ik ben super benieuwd ernaar. Ik kan niet wachten om het uit te proberen. Ben je benieuwd naar de lipsticks? Blijf dan gezellig even kijken. Ik zou het super tof vinden als je deze video een duimpje omhoog zou willen doen. Als je de video leuk vond natuurlijk. En als je zou willen abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we beginnen. Dus als je de doos open doet, is dit wat je ziet. Kylie met een kaartje. Zo super cute. Een handgeschreven kaartje van Kylie. Natuurlijk niet. En dan gaat dit eraf. En dan zie je wat ik heb gekocht. De twee lipstick bundles. Oh, ik ben zo excited. Gewoon zo excited. Ik kan gewoon echt niet wachten met uitproberen hiervan. Ik heb als eerste deze lip bundle. En dit is hoe het eruit ziet. Baby It's Cold Outside staat er met glitterletters. En dan doe je hem open en haal je er dit uit. En dit zijn 8 mini lipstickjes. Ze zijn ook echt extreem schattig. Echt niet normaal. En dan als tweede. Dit zijn 4 full size lipsticks. De prijs. Die was wel aan de hoge kant. Beide lipbundles kosten $42. Dus ik heb best wel veel dollar hieraan uitbesteed. En ik had invoerkosten. Dus dat was heel jammer. Maar goed. Oh my god. Als dit niet het schattigste is wat je ooit hebt gezien. Dat is natuurlijk echt super overdreven. Want puppies zijn nog veel schattiger. Maar dit zijn de lipsticks. Oh my goodness. Ze zijn zo schattig. En dit zijn de 4 full size lipsticks. Dus dit is echt een babytje. Ik denk ook persoonlijk dat de bundel met deze 8 lipsticks in verhouding veel duurder is dan deze. Want hier krijg je natuurlijk veel meer product. Maar hier krijg je maar 4 kleuren en hier krijg je 8 kleuren. Dus waarschijnlijk is dat de reden dat het uiteindelijk wat duurder is. Qua prijs zouden deze 2 kleine lipstickjes hetzelfde moeten zijn als 1 grote. En volgens mij is dat gewoon niet zo. Hier zit 3,25 gram in. En hier zit 80 gram. Nee, 0,80 gram. Ja, dus dit is uiteindelijk veel, veel, veel meer. En dit is natuurlijk veel minder. Dus wij gaan beginnen met deze grote lipsticks. Nee, grapje. Ik wil toch met de kleintjes beginnen. En ik begin met de lichte kleuren. Ik heb hier in ieder geval 2 lichte kleuren. Waarvan eentje metallic is en de andere niet. Dus ik begin met de niet metallic. En dit is het moment van de waarheid. Oeh, ruikt heel erg lekker. Oeh. Dit is zo'n kleur dat je denkt, wauw, deze ga ik never nooit niet gebruiken. Het is natuurlijk een hele lichte kleur, maar hij dekt wel heel mooi. Ik zie mijn eigen lip er niet doorheen. Waarschijnlijk is de enige persoon die deze kleur mooi kan hebben, is Kylie Jenner zelf. Dit vind ik echt totaal niet mijn ding. Misschien is het leuk als een soort ombre kleur die je kan creëren met een wat donkerdere lipstick. Zo zou ik het echt niet dragen. Het doet me weinig goeds. Wat mij leuk lijkt om met deze glitterkleur eroverheen gaan. En even kijken wat dat doet. Dit is een metallic kleur. Grapje, dat staat er gewoon bij wat voor kleur het is. Oh, dit is dus, deze kleur is dus velvet. Dit is een metallic kleur. Dus ik wil even kijken hoe dit hier overheen eruit ziet. Ik zie wel dat het wat meer gaat glimmen. Ergens vind ik dit wel wat hebben of zo. Ik had niet verwacht dat dat uit mijn mond zou komen. Het is natuurlijk nog steeds een kleur dat je denkt, dit ga ik waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk niet dragen. Maar ergens ga ik ernaar en denk ik, nou, dit heeft wel wat of zo. Oké, dan ben ik natuurlijk uiterst benieuwd hoe de metallic kleur er alleen uitziet op mijn lippen. Ja, wat mij betreft is het echt overduidelijk een kleur die bedoeld is
om te gebruiken over een andere lipstick heen. Maar ook alleen, ja, hij valt natuurlijk wel op je lippen. Maar ik weet niet of dit iets is wat je graag moet willen hebben. Ergens vind ik de glans zo mooi van deze dat je denkt, was dit maar een highlighter? Oké, dan gaan we naar twee Pinky Nudes. En ik begin met deze. Dit is de Small Wonder. En dit is een velvet lipstick. Dit vind ik echt zo'n mooie roze kleur. Echt niet normaal. Ik denk dat dit voor zowel winter als de zomer echt heel erg mooi is. Ergens vind ik dit ook echt zo'n typische Kylie Jenner kleur. Ik doe me gewoon zo erg aan haar denken. Waarschijnlijk ook omdat het gewoon haar merk is. Formule van een lipstick is echt niet normaal mooi. Zo mooi op de lippen. Zo ontzettend goed, mooi gepigmenteerd. Gaat er lekker op. Oké, dan gaan we naar de andere Pinky Nude. En dit is Sweater Weather. En dit is een matte lipstick. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Want ik vind het wel leuk dat in deze mini bundel ook echt verschillende finishes in zitten. Oké, en dit is deze kleur. Dus deze moet even opdrogen zodat die echt helemaal mat wordt. En terwijl die opdroogt wil ik nog even iets zeggen. Deze formule is dan weer wat anders dan de Velvet formule. Deze formule voelt wat vloeibaarder dan de Velvet formule. En er is iets grappigs, want ik heb zo net wat lipsticks van Colourpop uitgeprobeerd. En ik weet dat er een keer een drama was dat Kylie Jenner Cosmetics waarschijnlijk gewoon hetzelfde was als Colourpop. Want het werd in dezelfde fabriek gemaakt, bla 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 bla. Ik weet niet meer hoe het precies ging, maar ik snap wel waarom mensen dat dachten. Tenminste, het is inmiddels helemaal ontkracht volgens mij. Dat het niet hetzelfde is natuurlijk. Maar ik snap wel waarom mensen dat denken. Want hetzelfde met Colourpop. De matte lipstick was net even wat vloeibaarder. De Velvet lipstick was net even wat lekkerder met aanbrengen. En ik merk gewoon precies hetzelfde weer hier. Anyways, ik weet niet hoe het precies zit natuurlijk. Want ik kan niet achter de schermen kijken. Maar ik snap wel waarom mensen die twee merken met elkaar vergelijken. En ze komen natuurlijk allebei uit LA. Bla bla bla. Misschien hebben ze daar gewoon altijd dezelfde... Ik weet niet. Ik ben echt aan het speculeren. Ik weet niet of het nou mijn lippen zijn... Of de lipstick zelf, maar iets voelt een beetje droog. Niet vervelend droog, maar het kan natuurlijk ook zijn dat mijn lippen nu al denken van... Oeh, Chris, stop. Want dit is al de zoveelste lipstick vandaag. Ik zie geen droge plekjes of zo. Niks. Er komt ook niks op mijn vinger. Ik vind het echt heel erg mooi. Dus dit is echt zo'n lipstick die je gewoon kan opdoen, kan drinken, kan eten. En je hoeft niet over je lipstick na te denken. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Oh, die zit echt heel stevig vast. Op mijn lippen. Oh my god. Oké, dit is echt heel anders dan Colourpop. Deze blijft zitten als een steen. Mijn lippen haten mij op dit moment. Echt. Haten. Oké, wij gaan door naar een kleur die ik waarschijnlijk hierna nooit meer ga dragen. Dit is namelijk een kleur waarvan ik denk... Hoeft van mij niet. Dit is een matte kleur. Dus dat wordt weer super leuk met het eraf halen. Jezus, wat is deze fel ook. Nou, zo afgrijzelijk lelijk vind ik hem helemaal niet. Ik vind hem eigenlijk best wel vet. Hij is niet zoals ik het had verwacht. Hij is echt een stukje feller. Waardoor ik hem echt wel heel tof vind. Want normaal gesproken vind ik met dit soort kleuren... Ja, vind ik het gewoon wat ouderwets of zo. Zo'n kleur die mijn oma vroeger droeg. Maar dit is heel anders dan dat. Hij is echt mooi fel. Ja, hij zit ook weer mooi op de lippen. Dus zelfs over deze kleur denk ik van... Nou, misschien dat ik hem nog wel een keer ga dragen. Mijn lippen zijn helemaal niet blij mee. Goed, wij gaan door naar een rode kleur. En ik denk dat dit mijn favoriet gaat worden. Misschien, weet ik niet. Waarschijnlijk. Weet ik niet. Goed verhaal. Deze kleur heet December en het is zo'n matte kleur. Hier ben ik heel blij mee. Een matte rode kleur. Daar kan je nooit genoeg van hebben. Dit is de kleur December. En het is prachtig. Het is zo'n prachtig mooie rode kleur. Ik denk dat iedereen deze kleur echt super mooi zou staan. Dus hier ben ik super blij mee. Het is een mooie kleur om tijdens kerst te dragen. Bijvoorbeeld nieuwjaar of wat dan ook. Dan heb ik hier nog een metallic kleur. En deze rode kleur lijkt heel veel op de rode kleur die ik nu op heb. En het lijkt me leuk om te kijken hoe het eruit ziet als ik dat er bovenop doe. Oké, dus mijn onderlip heb ik het opgedaan. En op de bovenlip
niet. Dus je ziet een subtiele verschil. Dit maakt je lip net even wat feestelijker. Ik ben benieuwd hoe deze lipstick eruit ziet zonder december daaronder. Dus dat gaan we zo meteen even bekijken. Ik ga eerst even mijn lippen een kleine pauze geven. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik heb net even gegeten en gedronken. En ik zie eigenlijk helemaal niks aan mijn lipstick daarvan terug. Dus dat vind ik in ieder geval heel erg fijn. Oké, let's see. Dit is de metallic rode kleur. En hij is echt net zo mooi. En net zo gepigmenteerd als zo net toen ik hem aanbracht over de andere lipstick. Ja, hij ziet er echt precies zo uit. Normaal gesproken is het met metallic lipstick zo dat ik ze echt iets te heftig vind. Maar bij deze vind ik het resultaat en gewoon het effect zo mooi subtiel. En dit is hoe die eruit ziet. Echt super mooi. Dan gaan we door naar de laatste kleur uit de mini bundle. En dit is een hele mooie diep rode kleur. Beetje tegen bruin aan. Het is een matte kleur. Ik heb het idee dat het met deze iets moeilijker is om het mooi egaal aan te brengen. Ik zie ook wat vlekjes, maar misschien als het opgedroogd is dat dat minder gaat opvallen. Het is opgedroogd, maar ik heb vlekken. En ze zijn heel goed zichtbaar. Normaal gesproken zie ik dat alleen heel goed in de camera-schermpje. Maar als ik in de spiegel kijk, dan zie ik het ook heel goed. Dat vind ik heel jammer. Ik weet nou niet hoe het komt. Komt het nou omdat mijn lippen zo schraal zijn nu op dit moment? Of komt het echt omdat het gewoon een vlekkerige kleur is? Dat weet ik dus even niet. Heel erg jammer in ieder geval. Misschien even als ik een tweede laagje aanbreng. Oké, ik heb net even een tweede laagje aangebracht. Dat maakt de kleur natuurlijk ook een stukje donkerder. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Dus ik ga even wachten totdat het is opgedroogd. Met heel veel geduld ga ik dat even doen. Hij droogt trouwens best wel snel hoor. Oké, de kleur is bijna helemaal opgedroogd. Ik zie nog steeds hier en daar kleine vlekjes. Dus dat vind ik wel heel jammer. Ik vind de kleur wel echt super mooi. En ook fijn om te weten dat ik hem ook kan opbouwen. Zonder dat hij heel plakkerig en vies wordt. Wat ik eigenlijk even wil uitproberen is om deze glitterkleur hier overheen aan te brengen. En gewoon even kijken wat het doet. Wow. Dat er zoveel kleur vanaf komt, doe eens even normaal. Oké, het is wel uit te blenden. En dan is het eigenlijk best wel een heel mooi effect. Ik heb het vooral in het midden aangebracht. Eerst had ik er niet veel vertrouwen in toen ik in één keer zo'n streep had gemaakt. Maar dit, ik ben niet boos. Kijk even naar mijn lippen. Het is gewoon extreem roze geworden. In ieder geval, dit vind ik echt een superleuke bundel. Ik denk, ik weet nou even niet zeker of ze weer op voorraad zijn of niet. Ik weet wel dat Kylie Jenner natuurlijk heel vaak uitkomt met dit soort lipstick bundels. En ik weet zeker dat ze in de toekomst ook nog met veel meer pakketten en dingen gaat uitkomen. Dus dit is ook gewoon een beetje een review voor in de toekomst. Want ik, ja, volgens mij is haar lipstick formule altijd hetzelfde. Goed, wij gaan door naar deze vier grote lipsticks. En ik begin met deze kleur, want dit vind ik heel bijzonder eruit zien. Dit is een metallic kleur en het is roze. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. Oeh. Deze is weer heel anders dan de metallic lipsticks die ik al net had geprobeerd. Heel erg anders. Ook als ik het opbreng. Dit lijken wel losse glitters bij elkaar of zo. Ik weet ook niet of ik dit mooi vind. Misschien over een andere lipstick, maar zo los vind ik het niet mooi. Oké, dan ga ik door naar deze kleur. En deze ga ik waarschijnlijk fantastisch vinden. Het is een matte kleur. En dit is echt zo'n kleur dat je denkt, dit kan je elke dag dragen. En dit is hoe deze kleur eruit ziet. Hij is veel rozerder uitgevallen dan ik had verwacht. Maar nu kijk ik ernaar en denk ik, oh nee, dat valt eigenlijk wel mee. Op een of andere manier had ik wat meer nude-achtige kleur verwacht. Maar dit is wederom een mooie roze kleur. Ik vind, ja, dit is gewoon een mooie kleur. Oké, ik wil even deze metallic kleur er even overheen doen. Kijk, op mijn onderlip heb ik dan die kleur erop gedaan.
En dit lijkt al direct een stukje mooier dan zo straks toen ik hem alleen had aangebracht. Maar alsnog denk ik, ja, het zijn gewoon losse glitters of zo. En ik weet niet zo goed of ik dat mooi vind. En wij gaan door naar de twee laatste lipsticks. Ik heb hier een prachtige rode kleur. Heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. Dit is wederom een matte kleur. En hier heb ik dan een metallic kleur. Dus dit is waarschijnlijk ook zo gemaakt dat je deze kan combineren en die andere twee kan combineren met elkaar. Dit is absoluut niet een typische rode kleur die je vaak ziet. Ik heb echt het idee dat deze wat cooler is. Niet zo in your face. Maar het is ook heel anders dan een bordeaux rode kleur. Het doet me heel erg denken aan kersen. Maar dan met een soort van een coole filter erover. Ik vind deze kleur heel erg mooi. Super bijzonder. Oké, de kleur is nu helemaal droog. Super mooi. I love it. Echt zo prachtig mooie kleur. Oké, dan doe ik nu de metallic kleur eroverheen. En die heeft een beetje paarsige gloed. Op mijn onderlip heb ik het nu aangebracht. Ik heb nu wel het idee dat hier aan de binnenkant wat lipstick is verdwenen. Maar ook dit is eigenlijk weer gewoon super mooi. Ik heb gewoon letterlijk bijna geen één negatief woord hierover te zeggen. Ik vind de lipsticks echt heel mooi. Ik denk dat ze heel erg lang zullen blijven zitten. Ook omdat het eraf halen super moeilijk gaat. Dus ik denk dat ze wel lang blijven zitten. Ik moet niet zo. Oh my god. Gezondheid. Ik ben echt super positief, super enthousiast over de lipsticks. Ik vind ze stuk voor stuk echt prachtig. Wel denk ik dat als je Kylie lipsticks wil uitproberen, zou ik eerder gaan voor zo'n mini lipsticks bundle dan zo'n 4 lipsticks bundle. Want ja, stel dat je al één kleur niet zo mooi vindt, dan valt er al één weg. En dan heb je, snap je wat ik bedoel? Dan heb je nog maar 3 lipsticks over en je hebt meteen een hele grote verpakking. En bij deze zijn er eigenlijk, ja, alleen de eerste kleur die ik niet mooi vind. Dus dan heb ik wel nog 7 lipsticks die ik gewoon ga gebruiken. Dus dat is even een dingetje om over na te denken. Ik zou eerder gaan voor zo'n mini bundle dan de grote lipsticks. Desondanks dat dat duurder uitkomt. Ik zou dat gewoon doen. Maar als je ooit de lipsticks wil kopen, dan moet je gewoon zelf even bekijken. Hè? Reviews opzoeken, swatches enzovoort. En even bekijken wat jou het meeste aanspreekt natuurlijk. En houd rekening mee met invoerkosten, want die zijn gegarandeerd. Anyways jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Laat even in de reacties achter of jullie al wel eens Kylie Cosmetics hebben uitgeprobeerd. Ik ben heel erg benieuwd. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!